Welkom in de panoramazaal van de Grote Post voor de tweede aflevering van Lijfstroom. Voor deze aflevering hebben we reportages over muzikante Eline Adam, de muziekstudio Studio 666 en performances van De Nooit Moede en Longwa de Farao. Nooit Moede bijt de spits af. Het is een zeskoppige band uit Brussel onder leiding van Victor Dro. Ze brengen een Nederlandstalige New Wave en brachten in november een eerste EP uit. Hier is De Nooit Moede. Thank you.
zaak is verloren. Zijn kleur, zijn pa, zijn achtergrond. Geen recht op spreken. Geen hoop op zegen. Longwa de Farao is een Oostense rapper die een mix brengt van hip-hop en new wave trap. Het is een man met een boodschap en hij heeft bakken energie. Hier is Longwa de Farao. Never hold on too long. Burn the page. Future is where I belong. Burn the page. Flame up and I'm gone. Feel it in my soul, yeah. Turn my heart in stone. Like burn the page. Never hold on too long. Burn the page. Future is where I belong. Burn the page. Flame up and I'm gone. Feel it in my soul, yeah. Turn my heart in stone, yeah. All my niggas down to ride, yeah. All my niggas down to fly, yeah. Only real in my circle. Get the ones who tryna hurt you. Came up from the mud. Focused on my grind, yeah. Riding for my blood. The ones who held me down, yeah. Ain't no looking back. Got my eyes on tomorrow. Keep it real like that. I will never follow. Keep the change and the talk. I got my own back. Trying to get it to the stars and be bigger than rap. Cut it loose from the anger and the pain that I got. Let the past in the past, so I will never stop. Motivation in my pocket, tunnel vision, my mind. Gotta take off like a rocket and forget about time. Been in the game for 7 years, making progress. I changed for the better, I confess. Burn the page, never hold on too long. Burn the page, future is where I belong. Burn the page, flame up and I'm gone. Feel it in my soul, yeah, turn my heart in stone. Like burn the page, never hold on too long. Burn the page, future is where I belong. Burn the page, flame up and I'm gone. Feel it in my soul, yeah, turn my heart in stone, yeah. DJ Philworks, shout out my DJ. Live strong, Viace. One way or another, step by step, getting closer. Coming loose like in surgeries, losing all my enemies. My freedom and clarity, you can take that away from me. All I need is my family to get rid of the jealousy. Niggas jokes like a parody, got this world like a felony. I'm a god in the flesh, so ain't no soul really stopping me. Turn my back on what used to be. Super Saiyan, my destiny, bitch, I'm facing my goal. Hit my shit like a penalty, sit down like the military. Just to unlock my energy, cause the world got so cold. And the love is so far to see, man, I shit on who blocking me. Building my legacy, you step on my turf, bitch, make you vanish like Houdini. I gave what I got, to give what belongs to me. I'm burning the page, yeah, I fight till eternity.
burn the page, never hold on too long. Burn the page, future is where I belong. Burn the page, flame up and I'm gone. Feel it in my soul, yeah, turn my heart in stone. Like burn the page, never hold on too long. Burn the page, future is where I belong. Burn the page, flame up and I'm gone. Feel it in my soul, yeah, turn my heart in stone, yeah. Turn my heart in stone, yeah. I said turn my heart in stone, yeah. Pharaoh, yeah. Hier bij mij Jente en Moene van de Nooit Moede en Jonathan, a.k.a. Longwa de Pharaoh. Hey. Hoi, hoi. Hoe gaat ie? Hoe is het? Alles rustig. Cool. Alles rustig? Ja, sowieso. Cool. Altijd. Met jullie? Goeie, ja, ça va, hè. Het is een schone dag, weet je. Ja, yes. Gemak, cool om hier te zijn. Ja, sowieso, tof om hier te zijn. Zeker. Tof. Merci om hier te zijn, sowieso. Dat is geen probleem. Iets dat meteen opvalt aan beide eigenlijk, is de naam. Het zijn twee welklinkende namen. De Nooit Moede, Longwa de Pharaoh. Misschien eerst De Nooit Moede, van waar komt die naam eigenlijk? De naam, De Nooit Moede, komt eigenlijk van Victor. Nooit Moede was ooit een café in Wallonië. Dat dat noemde je gewoon zo. Mm-hmm. En dat is, de naam is gewoon daaruit voortgekomen. Dat is blijven plakken. En we hebben dat geadopteerd. Wat betekent dat voor jullie, die naam? Die naam? Goh. Ik denk dat je dat zelf kunt invullen. Het is een tamelijk poëtisch gegeven. Ja. De Nooit Moede. Ja, voilà, het is dat. Oké, okay, en ook Longwa de Pharaoh, ook dat is een naam die wel blijft hangen. Van waar komt die? Ja, Longwa de Pharaoh. Twee woorden. Longwa is eigenlijk de naam van mijn moeder, okay. Die vorig jaar in oktober al overleden is. So rest in peace. En de Pharaoh heb ik erbij genomen omdat ik heel veel interesse heb in de Egyptische cultuur. En ik zie het zo'n beetje als, het is mijn leven, ik creëer wat ik wil als een Pharaoh, mijn eigen wereld in de muziek. In je muziek. Ook los daarvan eigenlijk. Ik vind dat iedereen dat moet doen. En Longwa in het Swahili, in het Congolees, stelt ook voor vooruitgaan. Okay. Dus ik heb dat gemixt met The Moving Pharaoh. Dus Longwa the Pharaoh. Ja, cool. Dus dat is mooi. Ja, dat is cool, man. Echt, thanks. Betekenis, man. Ja, ja, ja. Aan jullie namen hangt eigenlijk ook het feit dat Longwa the Pharaoh zingt in het Engels, of je rapt in het Engels. Klopt. Hè? De Nooit Moede, jullie doen dan weer jullie dingen in het Nederlands. Misschien eerst De Nooit Moede, van waar die keuze voor het Nederlands? Goh. Nederlands is eigenlijk onze moedertaal. En we hebben besloten om het niet te ver te zoeken. En gewoon het zo dicht mogelijk bij ons te houden. En daarmee dat we eigenlijk in het Nederlands schrijven. Voilà. Het is dat. Moet het niet altijd moeilijk maken. Hè. En dan beter dan in het Engels? Lukt dat? Allee, het lukt beter om je op die manier dan uit te drukken? Of? Het is voor ons een eerlijkere manier. Ook omdat, denk ik, ons Engels niet... omdat wij toch het gevoel hebben dat ons Engels niet de hoogste top is, Geert. Ik heb uw Engels gehoord en dat was wel... Wij zouden nooit zo kunnen doen. Exact, maar... Dank u voor de compliment. Dank je. Thanks. Is dat jij zo overwegen, Longwa de Pharaoh, of Jonathan, om in het Nederlands te rappen? Oh, goh, ik heb dat ooit eens overwogen, maar ik voel me gewoon goed in het Engels. Ik weet niet waarom. Ik ben Frans opgevoed, Frans en Nederlands. Maar ik weet niet, het past bij mij. Dus ik heb dat wel eens geprobeerd, maar het ligt mij gewoon niet, denk ik. Nee, okay. Daarom, dat is het. Jullie hebben een keuze, hè? Voilà. Ja, daarom. Ja. Dus ik heb het geprobeerd. Het past ook goed bij voilà, de... Voilà, voilà. Dat gaat zo, samen. Man. Yeah. Jullie hebben, of beide hebben onlangs nieuw werk uitgebracht. En jullie hadden jullie EP in november, De Nooit Moede. Longwa, je hebt denk ik eind vorige maand, eind maart, stond er nog een nieuwe single op YouTube. Klopt, maar ik ga je onderbreken. Dus zeker? Januari was het. Eind januari. Is er een nieuwe single uitgekomen, Legacy. Okay. En daarna heb ik eigenlijk een 3-pack visual show eigenlijk doen uitkomen in samenwerking met Unoya, die hier ook in de buurt is. Dat zijn 3 singles die al uit zijn gekomen vorig jaar, maar ik wou daar voor de mensen in corona om nog toch iets te doen, heb ik er een mooie visual artistieke video bij gemaakt opnieuw. En dat is wel goed aangekomen bij de mensen. Dus, heb je heel bewust gedaan omwille van corona, op een andere manier klopt, zoeken om muziek te gaan pushen? Ik wou echt iets opnieuw doen. Ik had geen optredens meer en zo. Dus ik wou iets doen online voor de mensen. En ze hebben dat wel geapprecieerd. Het waren mijn 3 beste singles voor mij. Dat heb ik gedaan als laatste project eigenlijk. Ja, Nooit Moede, ja, ik zeg het, jullie hadden die EP in november. Er was een normale release show in een depot in Leuven. Die is gecanceld. Hoe ga je daarmee om? Hoe gaan jullie daar... Goh, dat was natuurlijk heel jammer. Maar het viel toen ik denk dat het in oktober is gecanceld geweest. Dat viel toen wel
allee, in de lijn van verwachtingen. Ja. Dus ja, het was spijtig, maar zodra het weer kan, gaan we daar terug zijn. En ga je dan net als Longwa op zoek naar andere manieren om die muziek te pushen, om die in de spotlight te gaan zetten? Goh, ik denk dat niet per se zo veel nodig was, omdat we in november dan onze plaat hebben gedropt, dat die ook wel op gang moest komen. Maar nu, de laatste maanden, hebben we wel zo'n aantal video-optredens gedaan. En ik denk dat ook wel iets is dat we anders niet zouden doen. Komt er dan nog een tweede push voor de EP? Of heb je het gevoel van, nee, die trekt wel goed? Ik heb wel het gevoel dat die goed is gegaan. Maar er komt nieuw materiaal aan, heel binnenkort. Oké, cool. Ja, voilà, we zijn bezig. Hè. Ik bedoel, als artistiek... mens moet je gewoon bezig blijven, snap je? Want anders verveelt je, krijg je voilà. Motivatie meer. Als je geen bezigheid hebt, dan gaat je gewoon foute wegen inslaan en dan vind je niet meer het juiste pad om door te gaan. Dus we zijn bezig en voilà, we zullen zien. Hè. We hebben nieuw materiaal dat eraan komt, ja, en we zijn aan het werken aan een nieuwe plaat. Voilà. Oké, cool. We gaan straks nog verder hoe jullie dan te werk gaan. Maar eerst is het tijd voor een reportage. In deze aflevering gingen we voor de plek, waarop we willen inzoomen, langs bij Studio 666. Daan maakte er kennis met de verschillende studiobezetters. De geschiedenis voor mij hier, als kind heb ik hier heel veel, met mijn vader kom fietsen, er lagen hier heel veel bolen, er was hier altijd wel iets te doen, iemand te zien. Toen ik zelf tiener werd, heb ik hier gewoon heel veel kom skaten, kon hier met al die, ja, kon ik weet niet, zotte constructies maken. Hey, dus ik heb hier heel veel geskaten ook vroeger. En dan, toen ik muziek begon te spelen, was dat hier ook een hotbed van bands. Ik had hier een loods, er zaten dat dan bands in te repeteren. Het zijn wel zo'n kleine scene, vooral hardere bands, metal, hardcore. En dus het is cool dat dit, O666, een stukje terug dat gevoel kan naar boven brengen bij mensen. Hè. Een soort plek kan zijn waar gasten die muziek willen spelen, hier hun terecht kunnen. Hè. Een soort vrijplek, dat is heel belangrijk in de stad. Ik ben hier voor de 1-op-1 sessies. Dat is een project die eigenlijk de bedoeling heeft om mensen van allerlei muzikale achtergrond, het zij professioneel, het zij hobbyist of anything in between eigenlijk, samen te brengen en te zien wat daar eigenlijk uitgroeit. Zo meedoen aan dit project was een beetje uit mijn comfortzone, omdat je dan niet meer zomaar thuis in je woonkamer zit, mm-hmm. met enkel maar je familie als publiek, maar ja, met wat vreemder en dat opgenomen wordt. Maar dat je wel merkt van door die uitwisseling kun je ook nieuwe inzichten krijgen in hoe dat muziek op een ander niveau werkt. Ik zag muziekschool als zo'n hoge trap. Zo van, ja, ik zou daar onmogelijk in passen. Maar het is eigenlijk door nu te durven echt uit die comfortzone te gaan, dat ik nu toch zoiets heb van, hey, misschien moet ik het toch doen. Studio 666 onderscheidt hem van andere studios en muziekwerking, omdat er een plek is waar muzikanten die anders ook geen thuis vinden of geen opnameplek, die kunnen hier echt wel terecht. En we nemen ook veel meer tijd voor al die projecten dan in een andere studio-omgeving waar alles zeer strak en efficiënt moet gebeuren, waardoor mensen soms het gevoel krijgen van ik kan niet doen hoe ik het zou willen doen, omdat dat er te veel pressure is. We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn. We spreiden het ook aan een hele hoop partners in de stad. Bijzonder jeugdzorg of pleegzorg, straathoekwerk. Die weten allemaal dat we een studio hebben. We starten met een gesprek. We maken muziek samen, we nemen het op en we zien wel wat er verder van komt.
Studio 666 is eigenlijk de thuisgaven voor Drift, het label Drift. En eigenlijk is Drift de overkoepelende naam voor alles die in Studio 666 gebeurt. Voor alle mensen die hier passeren. Dus veel meer dan alleen een label die plaatjes uitbrengt, is het eigenlijk een noemer, een label voor de trajecten die hier in de studio zich afspelen. Oké, Studio 666. Longa, je bent van Oostende. Kende je de plek? Eigenlijk niet. Nee, nog nooit van hoort eigenlijk. Tot jullie ermee opkomen. Dus het is cool om te weten. Oké. Waar doe jij dan je dingen? Heb jij een vaste studio, een vaste stack? Ik heb er drie. Ik heb mijn eigen home studio wel thuis. En dan kan ik wel nog terecht in Brugge en in Gent. Oké. Ja, dat zijn mijn vaste locaties eigenlijk. Zijn ook home studios dan in Brugge en Gent? Nee, dat zijn wel meer professionele studios. Maar bij mij is het letterlijk wel een home studio waar ik... het klad maak, mijn ideeën creëer, want ik doe dat het liefst ook, ik weet niet bij jullie, maar alleen. Ik schrijf ook liever alleen. Ik kan dat niet in een grote groep. En vandaar, ik maak het project thuis en dan ga ik dat uitwerken in de andere studio's. Oké, cool. Hoe zit dat bij jullie? Ben je nooit moeder? Hebben jullie vaste stack? Hoe gaan jullie dan te werk? Jullie zijn met heel wat ook. Ja, we zijn met heel wat, maar we hebben een vaste stack in Tepo in Leuven. Waar die release show ging. Daar hebben we dus een studio. Een studio. We mogen daar gebruik maken van wat dat ze hebben. Mm-hmm. En hebben ook een eigen repetitiekamer. Dat is eigenlijk waar dat we het meest zitten ook. Ja, inderdaad. En we zijn... Allee, de werkwijze van de band is eigenlijk een beetje als volgt. Er komt ook meestal een idee vanuit zo wat meer... de eenzaamheid, zeg maar. Ik snap dat volledig. Dat er één iemand met een idee naar voren komt, dat is meestal Victor, of soms ook samen met mij. Dan gaan we daarmee aan de slag. Dan komt Moene erbij, verder erbij. Instrumentaal werken we dat uit. En dan komt er een tekst bij, als die er nog niet was, want dat kan ook natuurlijk een startpunt zijn. En dan komen de zangers in het verhaal terecht. Ja, dat is voorlopig onze werkwijze. Hè. Ja, dat gaat zeker. Waarschijnlijk nog aangepast worden, dat zien we wel in de toekomst. Voilà. Ja. Je vertelde daar juist ook, ja, als artiest, je moet sowieso bezig blijven. Komen we eigenlijk van beide, ja, die eenzaamheid is wel belangrijk. Is corona dan een extra vruchtbare periode geweest? Goh, ik ga het eerlijk zeggen, ik ben nog niet zo lang bij de Nooitmoede. Maar als ik nu kijk naar mijn verleden of zo, om dingen te maken, is alleen zijn, kan heel hard zijn of zo, maar... soms kan dat ook wel deugd doen, omdat je echt gewoon volledig vrij bent, omdat je je eigen alleen hebt. Dat je moet, om het zo te zeggen, dat klinkt egoïstisch, maar je moet niet rekening houden met andere mensen, snap je? En als je een idee hebt, kun je dat naar voren schuiven. Is het niet goed? Oké, dan kan er iets aangepast worden, snap je? En dan krijg je insteek van andere mensen. Maar ik denk dat dat wel op zich een goede manier is om mee van start te gaan of iets mee uit te werken, weet je? Dus als je alleen bent, is er wel een andere... Sowieso een andere vibe en ook misschien een andere puurheid dat je met je emoties iets kunt doen. Ja, Longa, de Nooitmoede, je zegt net zelf, we starten alleen, maar daarna gaan die ideeën wel naar de groep. Bij jou is dat anders, kan ik me voorstellen. Want jij staat er alleen voor, of niet? Klopt. Ik heb wel altijd een extra oor bij mij. Altijd, als ik iets gecreëerd heb, dan nodig ik een goede vriend uit of iemand, een collega-artiest in de hiphop in België, die ik goed ken. Dan nodig ik die uit. Dan jammen we samen en luisteren naar wat we samen gemaakt hebben. En dan groeien we daarop uit. Ja. Maar op dat vlak ben ik meestal wel alleen. Ja. Maar daarom ga ik ook voor de afwerking ga ik naar de grotere studio's. Okay. En dan verdiepen we ons daar
in de goede sound en de details en zo. Ja, doe nooit moeder. Jullie hebben voor jullie EP samengewerkt met David Morley. Mm-hmm. Ik ken hem eigenlijk niet. Dat is een cultfiguur, heb ik me laten vertellen. Ja. Wie is dat en hoe zijn jullie daarbij terechtgekomen? Ja, David. Er staat een goed interview met hem dat Victor van de band ook heeft geschreven in Not So Difficult, muziekblad. Daarin wordt het helemaal geschetst, maar ik zal het even kort doen. Het is eigenlijk een producer, voornamelijk, die dat in de jaren 90 heel veel platen heeft gedaan, voornamelijk op RNS Records, die daar ook heel veel in-house heeft geproduced. Ook op sublabel Apollo heel veel heeft uitgebracht. En die daarna een beetje in de vergetelheid is geraakt, maar eigenlijk altijd helemaal, Kenny Ward zijn ding is blijven doen, blijven produceren, ook altijd binnen die elektronische, die techno wereld is gebleven, ook heel veel met Andrea Parker heeft gedaan. En hoe dat we daarop zijn uitgekomen, ik denk dat dat via Ziggy is gegaan, Nosedrip. Via hem kent Vic hem. Het grappige is dat Victor is van Corbeek-Deilen. Dat is een dorp in Vlaams-Brabant. En David, dat is origineel een Brit, maar die woont in Neerijssen, al sinds dat hij eigenlijk jong is. En dat is het dorp daarnaast. Moh. En voilà. En van waarom de keuze? Waarom kies je dan om met hem samen te werken? Hij heeft eigenlijk wel echt wat hij voor ons heeft gedaan, is de mix. Okay. En hij is gewoon echt goed. Hij mixt ook analoog. Dat was ook een reden waarom dat we voor hem hebben gekozen. En ook omdat hij echt wel een heel apart figuur is. Een heel, heel interessante persoon is. En ja, als je zijn muzikaal verleden checkt, dan denk ik dat er al veel duidelijk zal worden waarom dat we voor hem zijn gegaan. Het sluit gewoon heel goed aan bij de sound dat we wouden. Echt. De samenwerking is voor herhaling vatbaar. Dat is zeker voor herhaling vatbaar. Longa, het was grappig. Ik was natuurlijk voor het interview was ik wat videoclips van jou aan het bekijken. Je had de videoclip Nighttime, waarbij dat je aan het rappen bent in een tankstation. Klopt. En plots in de laatste 30 seconden zie ik daar Starling the Moonchild, die in de vorige livestream in de reportage zat. Jullie kennen elkaar. We kennen elkaar heel goed, ja, van kleins af aan eigenlijk. Hij is iets jonger, maar ik ken hem al. Want skaten vroeger, dat soort zaken. Ja. Werken jullie dan regelmatig samen? We hebben al samen gewerkt. Maar we zijn van plan om sowieso nog in de toekomst wel nog projecten uit te brengen en zo, samen, sowieso. Oké, cool. Yes. Ja, ik zei het al, hij zat vorige keer in een reportage. Toen vertelde hij ons dat hij het eigenlijk moeilijk vindt om Oostende te representen, omdat hij het gevoel heeft dat Oostende niets teruggeeft. Oostende jou niet echt omarmt. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik kan hem daar wel in volgen, want bij mij ook persoonlijk, ik hou van mijn stad, Oostende. Maar ik zie wel dat ik ook meer liefde krijg van buitenaf. Antwerpen, Brussel, Gent. Dus ik snap hem daar wel in. Ik denk dat je gewoon Oostende wat harder of langer moet schudden of zo. Om ze wakker te maken, om te zeggen van hey, ik ben hier en ik ben van bij jullie. Support mij, snap je? Dat is hier altijd wel denk ik een klein probleem geweest. Hoe komt dat volgens jou? Dat is ook echt iets Belgisch, denk ik. Ja, ik denk het ook. Misschien is dat... Dat is in veel... Ja, support your local scene is eigenlijk iets heel moeilijk voor mensen. Wel vergelijkbaar. Iets heel moeilijk. Op een andere interessant, maar in eigen stad of dorp. Voilà, maar... dat na een tijd pas begint te komen. Je ziet dat denk ik vaak bij artiesten ook. Ineens worden die in het buitenland beroemd en is het helemaal iets van hier. Hè. Ja, voilà. Ja. Is dat. Dat is te laat. Ja. Allee, ik denk dat het zo is. Maar nee, je mocht daar vroeger mee beginnen. Heeft gelijk. Ik denk dat het is zo van... hier kennen ze mij als... Jonathan, dus ik zie hem soms op de bus of daar. Ik ben hier niet meer speciaal, maar als ik naar een andere stad ga, ben ik een nieuw gezicht. En dan is dat veel meer interessanter om die persoon dan live te zien dan als ik gewoon in mijn eigen stad optreed, want de helft van de mensen kennen mij dan. Ik denk dat dat een beetje is. Je bent gewoon een beetje specialer in een andere stad. En ik heb daar niet zo'n zware probleem mee, maar ik doe wat ik moet doen. En steunen mij, zijn mij daarin, cool. Maar ik ga gewoon blijven mijn ding doen, snap je? En België is nog groter dan mijn eigen stad. Dus... Sowieso. Maar still love naar Oostende. Je moet het blijven doen, sowieso. Ja, dat doe ik sowieso. Go for it, man. Thank never you. Give up. I will. Hoe gaan jullie daarmee om? Never give up. Moeilijk, hè? Blijven. Soms. Blijven gaan, blijven proberen. Uiteindelijk zal het wel komen. Ja, je hebt soms of deze, hè, maar... Allee... Je moet eigenlijk je eigen leren kennen daarin. Weet het. Is soms denk je van, allee, jong, kom jong, ik stop ermee, dat heeft hier geen nut. Maar ik denk als je
Dat is hier weer zo'n pilup dat uit mijn mond komt. Maar zo, als je het echt wilt, dan kun je het. Maar dat ga ik niet zeggen. Kijk, het is gewoon... Mensen die het doorzetten, die komen ergens. En mensen die het opgeven, die gaan er helaas niet komen. Ja. En dat is spijtig, inderdaad. Want er zijn veel talenten of ambities of potentieel die daarbij stuk gaan. Ook niet per se door hun eigen visie daarop, maar door andere mensen hun visie. Snap je wat ik bedoel? Ja. Van, oh keep man, die ket kan er niks van. Maar als je hem geen kans gunt, dan, of haar, ik spreek je nu voor beide partijen. Ja, alle partijen bedoel ik, excuseer. Dan geeft hij die ook geen kans. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus, ik denk dat het ook belangrijk is als je... Allez, als persoon, ja, sowieso. Dat je mensen support die iets doen. Ja, tuurlijk. Allee, sowieso. Dat is, ja, je gaat altijd haters hebben of weet ik veel waar. Of hoe dan noemen mensen die het niet goed vinden. Maar ik heb zoiets van, kijk, als dat zo is, dan moet je ook gewoon niet luisteren naar mijn stem of zo. Weet je wat ik bedoel? Ja, sowieso. Je kunt de dislike-button aanzetten, maar zoiets van, dat heeft geen nut. Jullie zeiden het daar eerst al, er komt nieuw werk aan. Wat kun je daar al over vertellen? Er komt een single aan, ten eerste. Ja. Die noemt Sluiswachter. Die hebben we ook gespeeld. Mm-hmm. En, het eerste nummer. Ja, en dan voor de rest zijn we bezig aan een album. En dat gaat voor eind 21, waarschijnlijk 22 zijn. Ja. Het is moeilijk om daar een exacte datum op te plakken. Maar de sound van de EP is wat verder aan het evolueren. We hebben nu ook Moene erbij als drummer. Dat was daarvoor nog niet. Dus het gaat wat nieuwe kanten op gaan, maar het blijft wat new wave rock. Zeker. Cool. What's next voor Longa de Faro? Dit jaar komen nog een paar singles aan, sowieso. Er staat eentje klaar al voor hopelijk volgende maand. En voor de rest blijven werken. Blijven sowieso, man. Je ding doen, blijven creëren. Hopelijk verzakt de coronasituatie. Mag ik eindelijk terug weer op het podium, want ik mis het zo hard. En keep the hope. Keep the hope, that's it. Keep the hope, heel mooie woorden. Fingers crossed, merci.
Eline Adam van Little Trouble Kids en Krankland verhuisde onlangs naar Oostende, te midden de lockdown. Ze leerde de stad zo goed mogelijk al wandelend en lopend kennen. Ik ging eens met haar mee. We zijn op weg naar de Gouweloze Straat. Het is daar waar Eline Adam woont. Muzikant, onder andere bekend van Little Trouble Kids en Krankland. We gaan vandaag samen een coronawandeling maken. Hey Eline, goedemorgen. Hallo. Ik ben hier klaar voor een wandeling. Ja, ik ook. Oh, wel. Links of rechts? Ik zou naar daar gaan. Oké, dat is goed. Let's go. Je bent nog maar net verhuisd naar Oostende? De dag voor lockdown 2 zijn we verhuisd. En in volle lockdown is er dan niets te doen. Ja, wat doe je dan toch nog wel? We hebben veel gaan wandelen en gaan lopen. En ik heb ook vrijwilligerswerk hier in het AZ Amiaan gedaan op de COVID. Ik vind dat wel fijn, dus om dus helemaal uit je comfortzone of zo gehaald te worden. En is een heel andere soort plek die eigenlijk een verborgen wereld of zo te leren kennen. Voor mij was Oostende eigenlijk de enige optie. Ik had Oostende opnieuw eigenlijk leren kennen via Tozo. Tozo, de Austin Street Orchestra. Ja, een fanfare van dak- en thuislozen, van het klein verhaal. Ik vind ook dat Oostende ons met open armen eigenlijk ontvangt. Die nieuwe plaat van Little Trouble Kids die komt eraan. Het is wel echt een hele tijd geleden. Want zo 3 platen op 6 jaar tijd en zo veel spelen. En we wouden onze horizon verbreden. Mm-hmm. En heel veel dingen met sociaal-artistiek werk gedaan. Samenwerking met de psychiatrie, met Tozo en het klein verhaal. Een residentie in de Singel, een tentoonstelling rond outsidermuziek in Gislain. Het is fijn dat het niet over jezelf altijd hoeft te gaan. Neem dat mee wel naar die nieuwe platen. So I'm gonna put you in disgrace. Underneath my cover, I'm an amateur bitch. Underneath my failure, I'm a broken down bitch. Underneath my cover, I'm an amateur bitch. Ik ben zelf ook eigenlijk historica, al lang geleden afgestudeerd, maar mijn thesis ging toen over Belgisch Congo. En ik vind dat ook wel zot dat er aan zijn geniale beschermer hier nog altijd staat. Dus wel, ook wel gewoon een moordenaar. Dat is wat jij zegt. Beeld weg ermee en je wil daar een nieuwe invulling. Ik zou dat echt wegdoen, ja. In mijn living zit dat niet staan. Ja, en van een grote geschiedenis eigenlijk daaruit bij Leopold II staan we hier bij een klein stukje Oostendse geschiedenis voor jou, hè? Die nummer 35, residentie Osborne, ja. Is hier aan mijn grootouders een appartementje toen dat ik kind was. Waar we veel vanuit Torhout dan een avondje hier overnachten bij oma en opa. Zalig. En dat is zo'n beeld die op mijn netvlies is blijven plakken. Dat beeld dat ik ergens 5 hoog, 6 hoog aan het kijken ben naar die ferries die vertrokken en de avondelijke lichtjes op de zee. Super, merci Eline om me mee te nemen vandaag. Graag gedaan. Ja. Ik weet dat het is allemaal nog zo wel een zoektocht, maar ik ben blij dat ik die zoektocht heb kunnen tonen. Ja, zeker sowieso. Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe plaat van Little Trouble Kids. Ja, ik ook. Ça va? Ja, cool. Nice.
fail. In the night time. Praise the Lord before I begin. Came back in Uchina, bring it in like a fisherman. Knowledge from within. Got my back, really got my back. When I get the back, heard you niggas talking shit. Just because I feel my back, on confession. I'm never stressing. I got my blessing. Suppression without expression. I feel like venom. Don't care what you think of me. You know who I'm finna be. Pharaoh got that shit on lock till I fucking die. I just wanna feel alive. Present with a purpose, fucking 9 to 5. Don't want no apologize. When they call me to get ready, and you acted kinda messy now. Nighttime, work until it's light time. Show up, gotta get mine. I move suspicious, no crime. Push me to the edge, watch me spread my wings. Soaring like an eagle, see what the future brings. Nighttime, work until it's light time. Show up, gotta get mine. I move suspicious, no crime. Push me to the edge. Watch me spread my wings, soaring like an eagle. See what the future brings. Gifted like Pandora. Demons ain't fuck with my aura. Low key in the cut, I'm on a mission, Dora. I don't need no stuntman. CEO got a game plan. Young Pharaoh the proof. Top of the roof, ball like Jordan. You niggas lacking, my niggas packing. You tryna test me, action reaction. No problem. I'm off the radar, creeping like Jason. Can't see me. I'm in your face now, you can do nothing now. Respect me. Feeling like I gotta shine. This is my time. Working my wrist to get mine. You gotta go. If you sucking dick for the glow, I cannot relate for show. Run my lap and ass back to back. These feet you can never get a hold of that. My time you can never put a pause on that. Rewind for the ones who didn't get the fact. This is what I rep. Catch you roaches in my web. The game was missing purpose. I'm just filling up the gap. This is what I rep. Catch you roaches in my web. The game was missing purpose. I'm just filling up the gap. No cap. I just wanna feel alive. Present with a purpose, fucking 9 to 5. Don't wanna apologize. When they call me to get ready, and you acted kinda messy now. Nighttime, work until it's light time. Show up, gotta get mine. I move suspicious, no crime. Push me to the edge, watch me spread my wings. Soaring like an eagle, see what the future brings. Nighttime, work until it's light time. Show up, gotta get mine. I move suspicious, no crime. Push me to the edge. Watch me spread my wings, soaring like an eagle. See what the future brings. Yeah, Sparrow. ものと言わず人と言わず、証拠となるものは一切断ち切って、騒ぎを防ぐのがわしの役目だ。Typaro。Lately I've been working on my legacy. Young Pharaoh, I ain't got no time for an enemy. Still 10 toes down. Shout out to Lake Show. Yeah. Long I'll be the goat, that's what they tell me. Okay. Lately I've been working on my legacy. I ain't got no time for an enemy. See, you can miss me with the fuck shit that can get to me. Long I'll be the goat, that's what they telling me. Lately I've been working on my legacy. I ain't got no time for an enemy. See, you can miss me with the fuck shit that can get to me. Long I'll be the goat, that's what they telling me. Still a real nigga on the way to get the bag, yeah. Still a earth nigga, ain't no way I'm waving flags, yeah. Get my shit together like I'm leaving from the hype. I do my own shit, I don't do shit for a like, nah. Ballin' like I'm swinging every time I hit a strike. 150 in the whip, put my shit in overdrive, yeah. Yeah, you wanna rise, but what's the price? I realize, yeah. No one gave it to me, had to make a move. Start believing in myself and the vision too. Kick back all the bullshit like I'm bulletproof. 2020 on my name, finna make it through. Third eye like I'm Buddha in the fucking booth. This is more than music, come step in my shoes. Bitch, we're finna take off, yeah, yeah. Competition in the mirror, had to break them too. Lately I've been working on my legacy. I ain't got no time for an enemy. See, you can miss me with the fuck shit that can get to me. Long I'll be the goat, is what they telling me. Lately I've been working on my legacy. I ain't got no time for an enemy. See, you can miss me with the fuck shit that can get to me. Long I'll be the goat, is what they telling me. 4K, mama told me I'm a visionary. Bruce Wayne only come out when it's necessary. No mercy.
mercy for a lame if you ain't fucking with me. Black young king, I'm revolutionary. I'm sending demon souls to the cemetery. My mind is still solid like a blackberry. Fuck with me, on God, I'm cursing your whole family. Bitch, I'm top shelf, ain't no one above me. No one gave it to me, had to make a move. Start believing in myself and the vision too. Kick back all the bullshit like I'm bulletproof. 2020 on my name, finna make it through. Third eye like I'm Buddha in the fucking booth. This is more than music, come step in my shoes. Bitch, you finna take off, yeah, yeah. Competition in the mirror, had to break them too. Lately I've been working on my legacy. I ain't got no time for an enemy. See, you can miss me with the fuck shit that can get to me. Long I'll be the goat is what they telling me. Lately I've been working on my legacy. I ain't got no time for an enemy. See, you can miss me with the fuck shit that can get to me. Long I'll be the goat is what they telling me. Lately I've been working on my legacy. What they telling me? Ain't got no time for an enemy. No time, that can get to me. That can get to me. Long will be the goat is what they telling me. Okay. Met het laatste nummer van Longwa de Farao zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. In mei is er weer een nieuwe met performances van Brorlap en Ventilateur. Nog een welgemeende shout-out aan Longwa de Farao, de Nooit Moede, Eline Adam, iedereen van Studio 666 en het team van De Grote Post. Tot de volgende. Yo!